In deze aflevering gaan we op zoek naar de onderwaterwereld. De stadsnatuur betekent natuurlijk ook gewoon waterdieren. En een derde van Rotterdam bestaat uit water. We zijn in het Zuiderpark om op zoek te gaan naar de vis in de stad. Nou, we kunnen hier wel een schep wagen, jongens. Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Naast vissen vangen we ook andere dieren uit de pomp. Nu hebben we deze slak gevonden. Weet jij welke soort het is? Laat het ons weten op groeisgroen@gmail.com.